Mijn zus en ik zouden chauffeur worden. En naast de rijlessen kregen we ook een militaire opleiding. We leerden rangen en graden en in het gelid marcheren. En we oefenden met de gasmaskers. Mevrouw van Hulst is 98 jaar en ze heeft met recht een vol leven gehad. In de oorlog zat mevrouw van Hulst in Engeland en daar was ze chauffeur voor onder meer prins Bernhard. Hij was heel geliefd bij de jonge dames, hè? Bij u ook? Bij mij niet, hoor. Samen met vrijwilligster Petra Alsters schreef ze aan haar levensboek. Een boek dat nu bijna af is. En een levensboek gaat niet alleen over mooie herinneringen. Als er een vliegtuig eens neergestort was, moesten wij de piloten op gaan halen. Ja, dat was akelige dingen allemaal, hè. In stukken en brokken moesten we ze meenemen, ja. Verhalen als die van mevrouw van Hulst zijn er meer. En die verhalen verdienen een boek. Opnieuw zijn bij de Stichting Welzijn Ouderen in Arnhem schrijvers in de leer. Steeds meer ouderen willen namelijk een levensboek. Nu ze aan het eind van hun leven zijn, willen ze juist als het ware de balans opmaken en zeggen: het is wel gebeurd. Hoor nou eens wat ik heb meegemaakt in die Tweede Wereldoorlog. En er zijn ook weer opnieuw vrijwilligers die deze verhalen willen opschrijven. En als je een heel leven achter de rug hebt, dan is er ook veel over te vertellen. En het is fantastisch om dat ook achter te laten voor je kinderen en vooral voor de kleinkinderen. Ik zit in een schrijfgroep en ik werk ook met ouderen. En toen deze cursus voorbij kwam, viel het allemaal samen en dacht ik van, dit is wat ik wil. Want soms praat je makkelijker met een vrijwilliger dan met je eigen kinderen. Ja, die vraag, thuis vragen ze nooit. Die vraagt, wij draaien.